Zeg mevrouw de dirigenten, wat dacht je ervan als we op de dijk gingen staan zingen met het windje in de rug? Hij leek het drinkend water na en naar de blanke zeilen. Hij zag figuurtjes, kliek en jong, en sterk gebruinde mannen. Zijn uren waren afgeteld, het noodlot zou geschieden. De nieuwe boom die stond al klaar, en hooggehoede lieden. Langs zijn overschot, het water van de leden. Wat zitten we hier toch geweldig aan de Kapelplas. Ik kom zelf uit Roelofarendsveen, het is daar bij het grote reclamebord. De dagen met de jachthavens, de verenigingen die watersportgebonden evenementen organiseren. Het was zo gezellig. Hopen we in ieder geval het strand nog voor de zomer, het strandje ongeveer anderhalf keer zo groot te maken. De prijs is ingesteld in 87 met toen de Kaagweek en de droge Kaagweek samen gingen. Daar staat hij weer, ambteloos burger, niks te bevechten op het water, geen boeien, geen rare lichtmassen, die staan er nog wel, die rotten gezellig om in het gezin. De meeste werken al niet meer. We zouden bekendmaken dat Jan Bart Lucas, een statist de derde, dus is eigenlijk een bronzen, maar goed. Vanaf dit moment zich eigenaar van de Kaagwaterpenning mag noemen om talloze redenen waarvan ik de meeste heb opgenoemd. En graag wil ik de burgemeester uitnodigen. Na alles wat jij voor de watersport op de Kaag hebt gedaan, helemaal geweldig. Ja, dat is niet zo veel, hè? Ik wil graag proosten op een fantastisch watersportseizoen op alle Hollandse plassen. En in het bijzonder op de Kaag natuurlijk. Proost!